Voor haar technische profielen gaat Verwater resoluut op zoek naar jong talent. En daarvoor werken ze samen met scholen, maar ook met de VDAB. Welkom in ZHR. Sabine, waarom zijn we hier in het Blozen Sportcentrum in Herentals? We zijn hier omdat de jongeren die zijn bezig met het opbouwen van een tribune. En dat kadert in het jongerenproject Lasser Monteur van VDAB. Zij leren eigenlijk op die manier zelf verantwoordelijkheid nemen of een beetje zo de werkvloer beter kennen? Beide. Dus het samenwerken is daar belangrijk in. Wat daar ook belangrijk in is, is eerlijke feedback geven aan die gasten. En het voordeel dat we nu ook hebben, is dat we dat in samenwerking doen met een bedrijf. Zeg, en wat vinden zij daar zelf van? Zij vinden dat super. Ze zijn eigenlijk, er zijn een aantal van die mannen die zeggen van, kijk, dat is nu de eerste keer dat ik verantwoordelijkheid krijg. Dat het door mijn toedoen is, dat daar iets staat, dat daar iets gemaakt wordt. En ze zijn daar fier op. En het resultaat gaat zijn dat er hier binnenkort een hele chique tribune staat, hè? Ja. Sarah, jullie hebben er bij Verwater resoluut voor gekozen om jongeren aan te spreken. Hè? Hoe komt dat? Die keuze is gevallen omdat we zoiets hebben van oké, als we iemand een engagement willen aangaan, dan willen we dat niet op korte termijn, maar dan zien we dat echt op lange termijn. Iemand die bij ons start als lasser moet ook niet lasser blijven, maar heeft ook de mogelijkheden om door te groeien. Wij investeren echt wel in ons mensen en wij geloven in het Young Potential verhaal. Maar hoe doen jullie dat dan? Want heel veel jongeren die kennen jullie sector ook gewoon niet, hè? Nee, klopt. Wij zijn een sector met heel veel onbekende beroepen. Maar wij doen we nemen heel veel initiatieven. We organiseren verschillende activiteiten, zoals een schoolevent, waar de mensen effectief kennis maken met de beroepen. En dat is dan wel mooi als je dan ziet dat daar ook wel mensen uitstromen die effectief dan de job van hun leven hebben gevonden. Dus het zijn ook allemaal alternatieven zodat we onze vacatures kunnen invullen. Wat ben je hier aan het doen? Een tribune ontbouwen, hè? Dat zie je wel. Ja, schitterend, hè? Hoe komt dat? Hoe komt dat, ja? Opleiding is kunnen. En welke opleiding heb je dan? Via de VDAB Lasser Monteur. En nu bouw je echt wel iets echt, hè? Ja, dat is plezant, hè? Ja. Goed gevoel, hè? Ja? Zeker. Dat je hier nou nog eens langskomt en je zit hier met volle en je kan altijd zeggen, hey, dat heb ik gedaan. Ja. Dus dat is echt een goed gevoel, hè? Schitterend. Zeg, maar wat gebeurt er dan hierna? Het is te open werken, hè? Dat hopen wij allemaal dat wij hier nog kunnen werken als lasser. Want, hè, dat zou toch de bedoeling zijn. Zit er al iets in, hè? Denk je? Dat weet ik niet. Stoppen, hè. Ja. We doen ons best. Meer kunnen we niet doen. En nu nog goed solliciteren? Inderdaad. Maar volgens mij komt dat goed. Die stoppen, hè. Ik duim voor u. Ja, merci. Dat onthouden. Veel succes. Dank je wel. Knap van die mannen. Via een opleiding een vak leren met een concreet eindresultaat en dan nog eens kans maken op een goede job. Dat is schitterend, toch? Tot de volgende keer.